Het moet lang geleden zijn dat ze elkaar voor het laatst zagen. Is het 10 jaar? 12 jaar? In Suriname liep de oorlog tussen Boutersen en Brunswijk toen op zijn einde. Zo lang is het geleden. Sindsdien hebben ze elkaar niet meer gezien of gesproken. Dat komt ook. De een mag Suriname niet uit en de ander mag Suriname niet in. Tegen de zwarte man in de witte onderbroek loopt in Europa een opsporingsbevel. Dus ook in Frans-Guyana. Gezocht Ronnie Brunswijk, ex-struikrover, ex-guerrilla-leider, veroordeeld wegens cocaïnesmokkel. Maar tegen de witte man in de zwarte onderbroek loopt een opsporingsbevel in Suriname. Gezocht Bas van Tussenbroek, ex-kolonel van de commando's, ex-militair attaché van Nederland in Paramaribo, verdacht van staatsgevaarlijke activiteiten, steun aan het junglecommando. In al die jaren heeft één vraag hem niet losgelaten. Waarom? Waarom hebben de Surinamers nooit de moed opgebracht om zich van Boutersen te ontdoen? Het had gekund. Daar is hij, de geheime adviseur van Brunswijk, zeker van. Het junglecommando was er sterk genoeg voor. Waarom is het dan nooit gebeurd? Ik begon als militair attaché in Suriname in 1981, in september. Na de decembermoorden in 82, eind 82, werd het natuurlijk duidelijk dat de verhoudingen zodanig gestoord waren met Nederland dat ik weg moest. Ik moest terug naar Nederland. Dat deed me heel erg veel pijn. Maar bij het oversteken van deze Marwijnen, toen had ik al lang voorgenomen om na mijn pensionering, want dat zou 2 jaar later zijn, om dan naar Frans-Guyana te gaan. En dat heb ik ook gedaan. En zodoende 15 jaar geleden, januari 85, ben ik in Frans-Guyana gearriveerd. Hier ligt de plaats Albina. Hier ligt de plaats Saint-Laurent. De Marwijnen naar Stoelmanseiland is ongeveer 6 uur varen. En dit eilandje was het hoofdkwartier van Brunswijk gevestigd. Van hieruit werden de meeste acties gepleegd. Maar het mag duidelijk zijn dat het doel Paramaribo was. U ziet op de kaart dat dat een moeilijk traject is. Andere optie was om direct in Paramaribo de leider Boutersen uit te schakelen, te liquideren. Ik was persoonlijk voorstander van dat in Paramaribo Boutersen zou geliquideerd worden. Dat heb ik ook geadviseerd, ja. Ik werd gevraagd om bij meneer Sinnesen te komen, dokter Sinnesen. Daar ben ik naartoe gegaan. En het eerste wat hij vroeg, nou, bedacht. Hij zegt, kolonel, kunt u met een compagnie, commando's of mariniers geloof ik dat hij vroeg, orde op zaken stellen, Suriname voor mij. Zo concreet was de vraag? Zo concreet. Ik zei, nee. Daar heb ik helemaal de beschikking niet op. Ik ga wel met 4000 man naar Duitsland op oefening. Maar dat wil niet zeggen dat ik met een halve man naar Suriname toe ga gaan om daar orde op zaken te stellen. Maar ik zei tegen meneer dokter Sinnesen, dokter, als u nu nog naar Grenada gaat, we hadden de Amerikanen net huis gehad, dan liggen de wapens nog op de hoek van de straat. Dus zo pakken. Als u contact opneemt met de presidenten van Dominica, die zit op schoot bij regen. Want Amerika viel Grenada binnen en Dominica zei, daar staan we helemaal achter, wij stellen de hele troepenmacht ter beschikking. Nou, dat waren 10 man en haring, ja, maar die wogen meer dan een regiment parachutisten van Amerikanen, politiek. Ja. Misschien kun je op Grenada, heb ik nog erbij gezet, op Grenada een radiostation inrichten, wat recht op Suriname. Want dat is nu een heel ander bewind. Maurice is weg. Ja, de mensen die nu zijn allemaal uw vrienden. Ja. Maar dat vond hij te omslachtig. Nou, daar zei hij niks op. Ik zeg, gaat u, want ik had natuurlijk wel over nagedacht. Ik zeg, gaat u of iemand anders naar de Contras? Naar Ida Pastora? De Pastora? En vragen hem of hij 10, 20, 25 Surinamers wil ontvangen, als militair zijnde, op te leiden in de guerrilla-tactiek, technieken. Dus wel eens mee te doen. Ja, misschien komt er een niet thuis. Ja, maar ja, je moet wat. Dan heb je een aantal mensen waar je wat mee kunt doen. Ik heb hem zelfs voorgesteld om hier
Het woord junglecommando had ik nog nooit van gehoord. Ja? Maar om hier langs de grens een paar gaten te graven en zo'n benzinevat in te zetten en een hoop vet en wapens te kopen en die daarin te doen. En dan weer wat grond erover, een paar plantjes erop en goed markeren natuurlijk dat je ze terug kunt vinden. Want je weet het maar nooit. Ja. Paramaribo bezetten vanuit, vanuit Brits Guyana of Guyana, daar zit een dikke kordij tussen en zo. Dat ook niet. Als er iets ergens moet gebeuren, dan zou het hier vandaan kunnen zijn. Een manier. Ja. Tijd voor een ontmoeting met Ronnie Brunswijk. Niet in Suriname, want daar mag Bas niet binnen. En ook niet aan de overkant in Frans-Guyana, waar Brunswijk gezocht wordt. Dus treffen ze elkaar een paar uur stroomopwaarts op een eilandje in de Marowijnenrivier. Ja, hey, hoe gaat het? Ja, je is nog een beetje dik geworden, hè? Ja. Maar verder ziet het er goed uit. Ja, maar, alles goed? Ja, alles gaat er rustig. Ik vind het wel mooi. Ja. Hey, jij niet aan de overkant. Nee, ik niet daar. En dan doen we dat maar hier. Ja. Oh, we hebben al vaker elkaar op de rivier ontmoet. Ja, tuurlijk. Ja. En ik weet ook nog wel dat je ook niet in Cayenne mocht komen, maar je pruik op had. Ja. Ja. Ik kan dat. Dat kan toch wel. Ik kan nog. Jawel, dat gaat wel. Als die steun er was geweest en vooral ook de... Kijk, het politieke adviseren door af en toe uit Nederland te komen, is natuurlijk schitterend, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Als hier, wat ik altijd graag gewild heb, dat weet je, hè, men moet komen, men moet blijven, men moet een regering in ballingschap maken. Ja, ja, ik heb met jou, dacht ik, over gehad, hè, als je nou Mungo hebt en dan Albina, en moesten vooral die boot uitschakelen, ja, dan heb je een gebied en daar kan men zijn. Daar komt het Nationaal Leger niet in. Ja, die kijken wel uit, die gaan het bos niet in. En dan kun je van daaruit Paramaribo. En dan, ja, kijk, dat was zeker volgens mij mogelijk. Patrouilles van hem in een minuut, komen weinig gezien. Kijk, Paramaribo in te nemen was op zich niet zo'n groot probleem. Want wij controleerden al meer dan de helft van Suriname. Want we hadden Mungo, we hadden Brokopondo tot Marshallkreek. Hebben we ook. Dus het was, maar net wat Bas zegt, kijk, als je die politicus hebt, die mensen die erbij waren, om dan een aantal dingen politiek te organiseren, ook dan waren we een stapje verder. Dus je zegt dat het militair gesproken eigenlijk niet zo moeilijk was om Paramaribo in te nemen? Nee, het was niet moeilijk. Het was zeker mogelijk. Het is mogelijk. Zeker in het begin. Ja. En dat het niet gebeurde omdat de politieke... Backing niet duidelijk was. Ja, wat ontbrak eraan? Kijk, op een gegeven moment hebben we gezegd, deel, dat moet Jozef Zoon en Marcel en al die juridische adviseur moesten dat organiseren. Ik was de man om te vechten. We moeten terrein winnen. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd, als we Mungo hebben, we moeten een hoofdstad hebben waar alles is, waar dit is, dan kunnen zij, gaat zij dan verder zien hoe ze verder gaat gaan. Enkel wat Bas zegt, een regering in ballingschap. Dus eigenlijk zouden we willen een soort authority in het leven roepen. Binnenlandse authority zou dat noemen. Er was al een plan, alles. En... die mensen, die juristen die dat zouden in elkaar moeten zetten, zijn dan niet komen opdagen of hebben dat werk niet gedaan. Dus ze hebben gezegd, we moeten Mungo overnemen, we hebben Mungo overgenomen. We zijn Mungo een jaar lang gebleven. Ja. Ja. Of zat het nog ingewikkelder in elkaar en wilden ze eigenlijk niet dat het Jungle Commando Paramaribo innam? Ik kreeg het ook het gevoel. Maar had je toen het gevoel? Ja, daarom zeg ik, toen ik dat gevoel, toen ik dat gevoel even kreeg, heb ik gezegd, dan gaan we, dan moeten we vrede komen. Dan gaan we zo niet verder gaan. Dus je bent aan de vredesbesprekingen begonnen, omdat je dacht, nou ja, dit wordt niks met die politici, die willen eigenlijk iets anders, die willen niet militair winnen. Ik weet niet wat ze willen.
Enkel willen. Wat ik heb gedacht, ik heb zit na te denken, ze willen echt, ze willen enkel dan niet dat we militair de zaak overnemen. Want dan zou Brunswijk, de nieuwe bouter zou worden. Ik weet niet of ze bang waren dat ik dan een positie zou claimen. Of zo, maar ik zie dat iets niet goed zit. Maar ze willen niet dat wij dat moesten overnemen, in feite. Ze willen meer politiek. Enkel moeten ze wat druk zetten voor die mensen. Zo de bouters onder druk zetten, hoe dat er... Zo heb ik eerst gezegd, we moeten boodschap onder druk zetten zodat er een vrij verkiezing komt. En dat is zo gebeurd. Nu moesten we nog doordrukken. We moeten Mungo innemen, we hebben Mungo ingenomen. We moeten dit nemen, ik weet niet meer wat we moesten doen. Maar uiteindelijk, die backing, die afspraak om een regering aan de andere kant van ons te bewerkstelligen, kon men niet doen. Er is afgesproken dat ik er aanzet. Moet worden. Dus er moet verzet komen en er moet een aanzet. Dus mensen moeten hier in Suriname beginnen. Als we eerst de aanval uitvoeren, dan krijgen we steun. Dan komen de experten uit Holland, dan komen dit, dan komen de wapens, dan komen alles. Nadat de eerste aanval is gepleegd, hebben we geen enkele contact met niemand meer. Haakma die heeft zich dan teruggetrokken. Dit is de weg. Dus dat ding moet ook. Toen moest ik alleen staan. Hij zegt dat hij in de buurt komt van een antwoord. Het is eenvoudig. Hij heeft zich vergist. Hij dacht dat de Surinamers er alles voor over hadden om Bouterse weg te krijgen. Nu blijkt dat ze er wel iets voor over hadden, maar niet alles. Niet de volledige overgave van de rechtlijnig denkende militair. Nou, voor ons ging het om het militaire regime beëindigen door middel van enig geweld. Nou, aanvankelijk zijn we begonnen natuurlijk met het verbaal verzet. Het gewapend verzet kwam er later bij en die hebben we aangegrepen uiteraard. En met het gewapend geweld hadden wij het oog een zodanige druk uit te oefenen op Paramaribo dat Bouterse in toom gehouden zou worden, de grenzen waarbinnen hij zijn macht zou kunnen uitoefenen beperkt zouden worden en daarmee de ruimte voor. Maar het was nooit de bedoeling om met het militaire apparaat waar we achter stonden, het geweldsapparaat van het Jungle Commando, de plaats van Bouterse in te nemen. Het was wel de politieke partijen de ruimte geven om hem te vervangen. Maar Bouterse in toom houden is heel iets anders dan Bouterse uitschakelen, hoe dan ook. Wist je in die tijd dat het streven van de politieke tak was? Nee. En nu je dat hoort? Dan zeg ik, moet luisteren heren, wil die Bouters uitschakelen? Wil die uw politieke democratische macht weer vestigen? Dan zullen we Bouters met wat hij bij zich heeft moeten uitschakelen. Op wat voor manier dan? De kolonel heeft zijn antwoord. Blij is hij er niet mee. Iedereen, zegt hij nu, iedereen had zijn eigen belang.